Hallo iedereen, gewoon Martijn hier en welkom bij een nieuwe commentary. Vandaag ga ik het even hebben over het Create a Class System in Black Ops 2, omdat dat helemaal anders is. Jullie zien hier 0 van 10 staan. Dat wijst op... in Black Ops 2 krijg je dus 10 punten om je class mee samen te stellen. Je hebt dus de primary slot met attachment, een secondary. 1, 2, 3 perks, zoals normaal een lethal en een tactical, waarvan je soms 2 hebt. En je hebt ook wildcards, maar dat systeem zal ik straks uitleggen. Stel je wilt een primary, we gaan nu even voor een shotgun kiezen. Ik wil deze shotgun. Hup. Dat kost mij 1 punt. Stel ik wil nog een attachment op die shotgun, ik wil er bijvoorbeeld de reflex op. Wat ervoor zorgt dat ik red dot krijg, een beetje meer range en redelijk grote accuracy extra. Hup, dat kost mij weer een punt. Stel ik wil ook een secondary, een 5-7. Hup, dat is mij weer een punt gekost. Ik wil ook een attachment op mijn secondary, wat dus redelijk cool is. Dat zal mij ook een punt kosten. Stel ik wil lightweight als perk. Wat dus, dat leggen we eens later uit. Ik wil ook toughness als perk. Ik wil dexterity als perk. Elke perk kost mij 1 punt. Ik wil als lethal wil ik een granaat. En als tactical wil ik een concussion. Ik heb nu al 8 punten. Ik kan mij nog een extra concussion kopen. Voor 9 punten, dus ik heb nu 7. Ik kan mij 1 concussion. Je kan ook een tweede tactical kopen natuurlijk. Hup, dan heb ik er weer 1. En nu heb je iets nieuws, dat zijn wildcards. Voorlopig heb ik enkel de perk greed. Wat ik weet. Dus stel ik wil een extra perk 1. Dus dan krijg ik hier 2 perk slots. Ik kan dan bijvoorbeeld, als ik echt lightweight, maar ik wil echt ook hardline. Dan kies ik bijvoorbeeld hardline. Aha. Maar nu zegt hij van, you have the maximum number of items. Dus dan krijg je de keuze van, je moet iets eraf gooien. Dus, oftewel moet ik mijn shotgun eraf gooien. Shotgun ga je er niet afgooien. Misschien moet ik mijn reflex sight eraf gooien. Je secondary. Oftewel moet je toch maar 1 tactical nemen ofzo. Wacht hè. Die perk greed wildcard, die telt zelf voor 1 punt al. Dus... om die extra perk te kiezen, moet je nog eens 1 punt besteden. Dus ik ga mijn secondary eraf gooien. Hup, en dan kan ik zonder probleem dit als tweede perk. Dus dit is een perfect geldige klas. Nu mijn tips en tricks voor de Create a Class. Dus ik vind het een heel cool klas systeem, want zoals jullie weten of niet weten, hou ik er wel eens van om knife only te gaan of om pistol only te gaan. Wel, toen was dat eigenlijk zo. Een secondary was dan een primary. Dan koos je iets in de Modern Warfare 3. Iets waarmee je rap liep. Nu heb ik dat niet. Dus stel dat ik nu knife only wil gaan. Bam. Hup. Dan heb ik dit. Dan kan ik mij perfect, als ik dat unlock, nog een tweede perk. Dan kan ik bijvoorbeeld 5 perks hebben. Als ik dan ook mijn lethal eraf gooi. Dan kan ik nog een extra perk hebben. Dus... ook iets wat gebeurt, dus ik zie veel mensen rondlopen gewoon met een secondary, een primary en een secondary. Als advies daarvoor zeg ik van, gebruik dat niet te veel. Ik bedoel, als je het soort van type bent dat graag met een, wie is er hier in de buurt, op een boom aan het slaan of zo, ik weet het niet. Als je het type bent van persoon dat graag met een launcher rondloopt, dat graag met zoiets rondloopt om... de stinger van je Modern Warfare 3, dus om air support af te knallen ofzo, dat is perfect goed voor jou. Maar als je het type bent dat echt zijn primary graag gebruikt, kijk, oftewel pak ik die launcher, oftewel kan ik gewoon kan ik gewoon 2 attachments op mijn primary zetten dan. Als je bezorgd bent van, ik ga een secondary equippen, want ik schiet nogal veel, ik spray nogal veel en dan heb ik geen kogels meer, dan kan je gewoon... voor een perk greed gaan en scavenger, waar staat scavenger? Voor een perk greed gaan en bijvoorbeeld scavenger, ik heb dat nog niet unlocked, want het moet level 44 daarvoor zijn, kan je bijvoorbeeld scavenger als tweede perk nemen. Scavenger resupplyt dan ook je lethal, dus dan zou het misschien wel aangeraden zijn om een lethal te nemen. Als je zegt van, goh ja, ik gebruik die tacticals niet echt, dan kan je gewoon 1 tactical pakken. Dan kan je bijvoorbeeld wel nog een wildcard. Die weet ik niet, daar zal ik wel eens van alles over zeggen als ik door heb wat het is en zo. Dus dat was het zo'n beetje.
Ik hoop dat jullie nu een beetje meer weten over hoe het Create a Class System werkt in Black Ops 2. Waar ik wel voor pleit is, dit is een redelijke klas, maar het is geen goede klas. Waarom niet? Je hebt hier 8 van de 10. Je hebt 10 punten, mensen gebruiken die dan ook. Dus bij deze klas zou ik bijvoorbeeld adviseren van gebruik dan die extra concussion, zet dan een attachment op die MP7. Bam, dat je toch die 10 op 10, 10 op 10 scoren. Dat je toch die 10 punten gebruikt, je hebt ze, gebruik ze dan ook. Je kan er bijvoorbeeld ook voor opteren, in deze klas zou dat misschien wel mogelijk zijn, van hier een perk af te gooien, mijn attachment er ook op te gooien, en dan hier gewoon perk 2 greed nog te kopen, en dan, hup, 2 primary perks en 2 secondary perks, en stel je nu zegt van, ja, deze perks, ik gebruik die eigenlijk niet, alhoewel dat ik dat wel veel gebruik, ik gebruik die eigenlijk niet, dan kan je die gewoon eraf gooien, dus je kan echt volledig kiezen wat dat je wil. Ook nog iets is, als je geen secondary hebt, dan, dan wordt je secondary vervangen door een tactical knife. Dus dan kan je gewoon switchen naar je secondary, zoals je normaal zou switchen naar je secondary, zoals je normaal een pistool zou vastpakken, pak je nu gewoon eens een mes vast, dus het soort van, ja, de tactical knife attachment van een handgun, maar dan zonder de handgun. En daar knife je echt heel snel mee. Dus stel dat jij een rusher bent die af en toe is achter de vijandelijke linies terechtkomt. Je bent een rusher met de MP7, met lightweight, met hardline, met stuns. Je hebt een laser sight en een extreme conditioning perk dat je daar kan openen. En je komt veel achter vijandelijke linies, dan heb je eigenlijk die secondary niet nodig. Dan haal je gewoon je tactical knife en dan knife je gelijk op 3 seconden evenveel mensen in de rug ofzo. Ja, dat was het zo'n beetje. Dat was mijn eerste Black Ops tips en tricks video. Ik ga mij daar een beetje meer op toeleggen, omdat mijn gameplays niet bijster goed zijn en zo, maar ik kan het wel allemaal heel goed uitleggen. Dus dat was mijn eerste tips en tricks video over Black Ops, over het Create Class systeem. Zeg mij even in de comments wat jullie ervan vonden. Als ik het een paar keer gespeeld heb, dus over een week of 2 of zo, zal ik eens een review doen van Black Ops 2. Alhoewel dat die waarschijnlijk heel goed zal zijn en zo, om de mensen die het toch nog niet gekocht hebben, maar twijfelen toch nog over de streep te trekken van het te kopen en zo. Maar anyway, dit was mijn eerste tips en tricks video. Dat was het zo'n beetje, dus zeg mij even in de comments wat jullie ervan vonden. Of jullie het een goede tips vonden, wat jullie vinden van het nieuwe Create Class systeem. Ik vind het alleszins perfect, prachtig uitgebalanceerd en zo. Dat was het zo'n beetje, dus comment, like en sub en tot later.